Welkom Iris. Dankjewel. Apart om hier te zitten. Want ja, we kennen elkaar en dan nu opeens zitten we weer tegenover elkaar. Na een jaar volgens mij heb ik je wel niet gezien. Klopt, ja, een jaar geleden was je hier nog. Een hele history samen in Groningen. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, zeker. Leuk dat je weer aanschuiven bij onze podcast. Ja, gezellig. Voor de mensen die je niet kennen, ik vind, die kunnen je wel googlen denk ik. Dus ik denk dat we even iets anders over jou moeten vertellen van wat ze nog niet van jou weten. Dus ik ben wel even benieuwd, als we je ouders zouden vragen hoe ze jou zouden omschrijven, wat zouden ze dan zeggen? Mijn ouders? Ja. Mijn ouders zouden denk ik zeggen dat ik extreem eigenwijs ben en altijd overal wegren, zeg maar. Altijd op zoek ben naar nieuw avontuur, weg uit de sleur, zeg maar. Ik ben opgegroeid in Friesland bij mijn ouders en het was altijd veel te klein voor mij. En sinds ik jong ben wilde ik altijd weg, weet je wel, weg naar de grote stad, weg naar het buitenland. Ja. En ik vond het altijd saai wat ze deden. Ik vond het leventje te beperkend. En mijn moeder, die snapte dat nooit. Mijn vader ook niet. Die zijn super blij in Friesland. Ja. Dus ik denk dat ze zoiets zouden zeggen. Ze wil altijd weg. Altijd weg. Ja. Beetje onrustig. Ja, precies. Ja. Ja, maar dat. Je hebt je rust gevonden hier. Ik heb mijn rust, gevonden. Ik ga natuurlijk weer bijna weg. Ja. Ik heb de rust nooit echt gevonden nog, eigenlijk, to be honest. Nee. Even voor de mensen die het niet weten. Jij bent een nieuwe NOS-correspondent in Rusland. Klopt, ja. Je gaat de komende maanden waarschijnlijk dan starten. Ja, nu nog een Hilversum inderdaad. Je werkt een aantal jaar voor NOS. Ja, klopt inderdaad. Ik ben begonnen bij Mashup als het goed is. Ja, inderdaad. Ja. Dat bestaat al niet eens meer. Ja. Wat was de grote uitdaging toen jij hier kwam werken? Voor mijzelf? Of, ja, voor het bedrijf en waar jij mee bezig bent gegaan. Nou, ik ben hier stage gaan lopen bij NOS op 3. En dat is een hele professionele redactie al. Dus ik werd direct in een soort... Ja, in de redactie gegooid. Ik mocht mijn eigen dingen doen, verslag, mooie professionele verhalen maken. En na mijn stage mocht ik blijven om te helpen met het opzetten van een nieuw YouTube-kanaal voor tieners. Mashup. En dat was gewoon echt beginnen bij zero. Dus je hebt een doelgroep die geen nieuws kijkt. Want tieners zijn, nou ja, we toch wel gemerkt, over het algemeen minder geïnteresseerd in alles wat er in de wereld speelt. Maar meer hun eigen kleine wereldje, zeg maar. Dus een doelgroep die geen nieuws kijkt. Met echt een budget van €50 per week een YouTube-show bouwen. Dat was echt een uitdaging. Helemaal omdat ik nog vrij nieuw was zelf, weet je wel. Maar voor jou was het een makkelijke stap, want je hebt zelf een achtergrond als beautyvlogger. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. weten ook niet veel mensen. Nee. Nee, dus dat wil ik ook even aanhaken. Want je zat redelijk in het beginstadium van Instagram. Ja, was je al behoorlijk actief. Ja. Zo heb ik je ook leren kennen, omdat je altijd voorbij kwam op mijn timeline. Je was een van de weinige Groningse... Tenminste, je woont in Groningen. Ja, vloggers. Klopt, vloggers. Inderdaad. Wat was het? Een vlogger of een blogger? Het was een combinatie van. Het begon met een blog inderdaad. En toen kwam opeens YouTube kwam erbij. En toen gingen we vloggen met z'n allen. Of tutorials maken. Hoe heb je die periode ervaren? Ja, het was fantastisch. Ja? Het was gewoon één grote leerschool. Wat we gewoon zelf deden, weet je wel. Het was een hobby die groot werd. En ik weet nog dat ik echt thuis had. Ik mijn camera, mijn setup. Weet je, ik was gewoon aan het studeren. En in mijn vrije tijd was ik blogposts aan het schrijven over lipstick. En probeerde ik een soort beautyjournalistiek te creëren. Wat er helemaal niet was of niet echt bestond. Want hoe ga je kritisch zijn op producten die jou toegestuurd worden, weet je wel. Dus dat was een heel speelveld voor mij. Maar dat was fantastisch, want ik leerde mijn camera kennen. Ik leerde hoe YouTube werkte. Ik leerde algoritmes van Instagram kennen. Het was een hele goede leerschool. Ja. Hoe is Instagram in jou op zich veranderd? Toen ik begon heb ik het idee dat het nog een beetje onschuldig was, zeg maar. Het was gewoon... Toen ik begon was het echt, als je 100 likes had, was het echt amazing. En je kreeg misschien een keer €50 als je make-up wilde uitproberen. Het was fantastisch, weet je wel. Het was een soort uit de hand gelopen hobby. De laatste jaren is dat natuurlijk heel erg ontwikkeld tot een enorme business. Waar je echt voor een post, als je echt een goede influencer bent, dat je gewoon honderdduizenden euro's vangt. Het is gewoon een hele andere wereld geworden. En daarbij ook een hele shady wereld die daarachter is ontstaan. Van bedrijven die likes verkopen, weet je wel. Mensen die in commentbots zich gaan organiseren om aan comments te komen. Het voelt gewoon niet meer oprecht. Dat was het in het begin voor mij nog wel. Zou jij opnieuw in Instagram stappen als je nu zou moeten beginnen? Nee. Nee? Nee. Om deze redenen, dat het gewoon een shady wereld aan het worden is. Dat, maar ook, ik denk dat je er nu niet zo snel meer tussen komt. Dus dan moet je echt weer als je nu bij nul begint, en misschien als je een heel goed concept hebt of een heel uniek iets, dat je daartussen komt. Maar volgens mij is die leap om te komen waar die influencers zijn die daar al 10 jaar aan werken, dat is bijna niet meer te doen. En ik moet zeggen dat ik ook op een gegeven moment een beetje...
inhoudloos begon te vinden. Ja. Ik was zelf heel erg toe aan verdieping en aan andere verhalen dan producten en kleding. Dus, maar dat was voor mij persoonlijk. Maar ik zou ook, het niet meer doen. Ook die combinatie die je toen had, want je studeerde toen journalistiek op de universiteit. Ja. En dan dat Instagram, het lijkt heel lang geleden, is het eigenlijk niet. Maar het werd nog niet echt gezien als een medium met betekenis. Nee, klopt. Het was echt een beetje als TikTok nu wordt gezien. Ja. Hoe werd er toen naar jou gekeken op de studie? Iedereen vond het gewoon een leuke hobby van mij. Ja, het is ook. Ik ben nooit echt heel groot geweest of zo. Dus die hele hype, weet je wel, dat je echt een mega-influencer bent, dat heb ik nooit meegemaakt. Volgens mij begrepen mensen het niet echt van, waarom zet je foto's van jezelf in make-up en zo? Waarom maak je video's? Mijn moeder die zei ook een keer tegen mij van, waarom vind je het zo leuk om foto's van jezelf de hele tijd te maken en te uploaden? Weet je wel, die snapte er echt helemaal niks van. Dat werd toen ook nog niet echt, weet je, mensen plaatsten familiefoto's op Instagram. Het was een soort dagboekje, fotodagboek. En wij gingen opeens make-up, outfits, alles posten, weet je wel. Dat was heel anders. Maar het heeft je wel geholpen, want volgens mij in het beginstadium van, in ieder geval de reportages die ik heb gezien, had het wel altijd wel iets te maken met een beetje die nieuwe wereld, Instagram en wat speelt daar af. Je hebt volgens mij een keer een documentaire gemaakt, of een serie van jullie mensen op Instagram exposen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, we hebben tenminste exposen. We gingen over Telegram. Ja. Instagram gingen we in de dus in die shady wereld duiken. Ja. Van hoe zit dat met die mensen die likes verkopen, die daar heel veel geld aan verdienen. Welke influencers zijn fake, weet je wel. Wie was dat niet moeilijk voor jou? Het is een beetje je eigen wereld waar je bent begonnen. Ja, maar ik was er een beetje uitgestapt. Ja. En ik wist hoe het werkte. Dus daar had ik een heel erg groot voordeel in. Ja, weet je? Ik zag die commentpot zelf ook voorbij komen. En niemand wist er nog van. Dus dan heb je gewoon een verhaal wat je zelf ontdekt. En daardoor kan je ook makkelijk contact leggen met iedereen. En dat verhaal gewoon uitbouwen. Dus, voor de mensen die niet weten wat de journalist eigenlijk doet. Mm-hmm. Hoe zou je dat omschrijven? Wat een journalist doet? Ja, wat jij doet als journalist. Het verschil denk ik heel erg wat voor soort journalist je bent. Ja. Dus schrijf je voor een krant of werk je voor de televisie, is echt een wereld van verschil. Ook als je voor online producties maakt of voor geschreven media. Weet je, het is compleet anders. Maar als je een beetje general zou moeten zeggen, denk ik dat het belangrijk is dat wij informatie verzamelen en dat op zo'n manier presenteren dat jij als kijker of als luisteraar of als lezer, dat jij de informatie hebt om je eigen mening te kunnen vormen over een bepaald onderwerp. En die informatie moet kloppen en die informatie moet objectief zijn, zo ver mogelijk. We zijn allemaal menselijk, maar een poging tot objectiviteit, hoor, wederhoor, alle kanten aan het woord laten. Ja. Zodat mensen gewoon zelf alle informatie hebben om hun mening te vormen en geïnformeerd te zijn over wat er allemaal gebeurt. Dus jij helpt mij iets verklaren en ik kan mijn eigen mening vormen. Ja. Of je geeft me handvaten om mijn mening te vormen, precies. Gebaseerd op zoveel mogelijk feiten. Klopt. Ik denk dat dat wel ook het doel is van de journalistiek. Dat je ook, weet je, het originele doel wat wij leerden op de opleiding is dat je de machthebbers controleert. Je bent kritisch, weet je wel. Kan iedereen zijn gang gaan? Mag dat zomaar? En worden er grenzen overschreden? Ja. En klopt het wat daar gebeurt? Is er onrecht wat gebeurt in de wereld? Weet je, dat probeer je gewoon uit te zoeken. Zodat iedereen weet wat er speelt in de samenleving. En dat is gewoon heel belangrijk, denk ik, als je een open samenleving wil hebben waar iedereen elkaar begrijpt. Ja. En heb je het gevoel dat je meer van de mensen bent? Of heb je het gevoel dat je meer bent van de dingen waar je over schrijft? Politiek, overheid, noem het maar op. Ik ben echt wel meer van de mensen. Van de mensen, hè? Ja, zeker. En wat je vaak hoort, en als je dan ook op Twitter bijvoorbeeld bent, waar ik dan heel soms op kijk, dan zie je ook vaak dat mensen toch wel het gevoel hebben dat de media hun mening wil vormen. Alsof er een soort van collectief is en jullie spreken met elkaar af om te zeggen van, wij gaan met z'n allen de mening van Nederland veranderen. En dan gebruiken ze hashtag fake news, et cetera. Dan kan je daar iets over vertellen van, klopt dat? Komen jullie soms samen? Domme vraag eigenlijk, maar sommige mensen denken dat, hè? Ja, je leest het inderdaad heel veel. En ik moet zeggen dat ik dat soms best wel pijnlijk vind om te lezen. Kijk, weet je wat het is? Je kan het eigenlijk nooit goed doen als media. En ik spreek even gewoon namens mijn werk, zeg maar. Welk verhaal je ook maakt, er is altijd een groep mensen die zich niet kunnen vinden in dat verhaal, omdat het niet hun mening vertegenwoordigt of omdat het niet hun denkbeeld is of hun perspectief. Maar ergens, wij zeggen hier altijd, als we op Twitter zowel van links als van rechts, zowel van oud als van jong kritiek krijgen, weten we dat we het goed hebben gedaan, want dan zitten we in de middel. Dat proberen we ook echt wel te doen. Maar weet je, wij maken ons werk met de intentie en het idee van, we willen iedereen bedienen, iedereen in de samenleving, we willen nieuws maken voor iedereen.
Maar we zijn natuurlijk ook mensen. En je hebt maar een bepaalde mankracht. Je moet soms keuzes maken die je niet wil maken. We zijn ons ook heel bewust van de verschillende perspectieven. Als jij zelf alleen maar in een bepaalde omgeving zit, dan mis je misschien verhalen of dan zie je perspectieven niet. We proberen wel echt heel hard daaraan te werken om dat allemaal, om dat zoveel mogelijk, ja, hoe zeg je dat, mee te nemen. Ja. En ons daar bewust van te zijn dat we iedereen bedienen, welke kant dan ook. Maar het is gewoon niet waar. Wat mensen zeggen. Ik werk zelf ook in een mediabedrijf. En ook over ons mediabedrijf zeggen ze soms dat wij dan een mening willen vormen. Maar ik loop daar al een paar jaar rond. Maar het is niet het doel. Nee, zeker nooit. Nee, je wil mensen helpen een mening te kunnen vormen. Maar dat is lastig, want ik zei, als mensen hun eigen beeld niet herkennen in een verhaal, of dat het hun overtuigde mening of perspectief kantelt, dan voelen ze zich snel aangevallen. Ja. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, oh, jullie willen mijn mening vormen, omdat het niet overeenkomt met jouw verhaal. Maar ook als kijker, luisteraar, denk ik dat je gewoon open moet stellen voor alle kanten. Hoe ga jij er dan mee om als persoon? Want je ziet natuurlijk ook de wereld door je eigen ogen, die ook gevormd is door je eigen omgeving en wat je hebt meegemaakt. Hoe zoek jij die balans? Of hoe vind je die balans tussen zo neutraal mogelijk zijn en zeg maar je eigen normen en waarden? Ja, dat vind ik soms heel lastig. Ja. Om maar even een voorbeeld te noemen, nu naar Rusland verhuizen voor mijn nieuwe baan. Daar heb ik heel lang over getwijfeld, omdat voordat ik journalistiek studeerde ik Russisch. Had ik een soort fascinatie, was Ruslandkunde, weet je wel, prachtig, geweldig, land van mijn oma en zo. Toen ik ouder werd, begon dat beeld te kantelen, want ik zag dat Rusland ook een land was waar mensenrechten worden geschonden, waar mijn partner, die een donkere huidskleur heeft, niet wordt geaccepteerd als gelijkwaardige burger, waar mijn vrienden uit de LGBTQ-community niet welkom zijn of niet over straat kunnen zonder gevaar voor hun leven. Waardoor ik dat land opeens in een heel ander perspectief zag en dacht, wil ik daar wel heen als persoon? Weet je, waarom zou ik in een land gaan wonen waar dat allemaal zo onvrij is? Ja. Maar ik heb daar heel lang mee gestruggeld en ook heel lang over nagedacht. Maar ik heb wel alle, denk ik, inmiddels alle skills om juist extra kritisch te zijn als journalist. En dus vanuit beide kanten alle verhalen te kunnen zien. Dus ik voel die liefde voor dat land, maar ik voel ook die afkeer en die haat soms. En ik denk dat in de middel, als ik daar professioneel objectief in probeer te blijven, dat het mij een betere journalist uiteindelijk maakt. Als je alleen maar die kant hebt van fascinatie of liefde, of alleen maar die afkeer, dan ga je daar geen verhalen kunnen maken, denk ik. Je kan in ieder geval kritisch zijn. Ja. Op bepaalde dingen. Ja. Je hebt zelf ook Russische roots. Ja. Je bent meertalig. Ja, klopt. Je kan gedeeltelijk Turks, Russisch, Frans als het goed is. Een beetje. Want je vriend is Frans. Ja. Dus dat praat je thuis niet ook? Nee, we praten Engels. Ja. Maar je probeert het wel bij te spijkeren, denk ik. Ja, en ik merk wel, omdat hij het altijd spreekt en met iedereen belt en zo, dat ik het wel redelijk kan verstaan, maar ik durf nog geen heel Frans gesprek te voeren of zo. Nee, en nu je naar Rusland gaat, ga je natuurlijk daarop focussen. Mm-hmm. En ben ik wel benieuwd hoe je omgaat met überhaupt hoe je omgaat met stress en hoe je omgaat met falen. Want nu gaan meer mensen naar jou kijken of meer mensen zijn afhankelijk van hoe jij de wereld dan ziet of een wereld die wij niet kennen. Want ik ben nog nooit in Rusland geweest en ik. Mm-hmm. Ik verwacht niet eens dat ik er één keer overheen ga vliegen. Kom je niet langs? Digitaal, ik zou je wel bellen, maar. Dus ik ben wel benieuwd hoe je met die druk omgaat en hoe je daar de komende tijd op voorbereidt. Waarschijnlijk heb je dat al gedaan. Ja, het is een proces, denk ik. Ik vind het ook best wel eng, moet ik zeggen. Want ik merk nu al dat alles wat ik zeg over Rusland wordt op een weegschaal gelegd. Er zijn heel veel mensen in Nederland, maar ook buiten Nederland, die heel veel over Rusland weten. Hele goede analisten, Slavisten, Ruslandkenners. Die kijken natuurlijk met een blik naar mijn werk. Ja. Dat er geen fout in mag zitten. Nu had ik laatst bijvoorbeeld de situatie. Ik had een artikel geschreven over digitale protesten in het oosten van Rusland. En ik had daar een transliteratiefoutje gemaakt. Dus ik vertaal heel vaak Russische namen naar het Engels, weet je wel. Waardoor je dan met een CH schrijft in plaats van een TSJ bijvoorbeeld. Dat stond in het artikel. Toen werd ik dus heel persoonlijk aangevallen van hoe durf je jezelf een slavist te noemen als je dat soort dingen allemaal niet kan en zo. Ja. Toen dacht ik wel, dit is inderdaad wel, alles wat ik straks zeg moet eigenlijk gewoon flawless zijn. Ja, ja. Want ik kan me bijna niet veroorloven om daar fouten in te maken. Dus die druk voelde ik toen opeens heel erg. Ik heb toen ook 's avonds dat ik echt thuis zat, ik dacht, oh my god, hoe moet ik dit straks doen? Hoe moet ik dit waarmaken, weet je wel? Dat alles inhoudelijk moet kloppen. Natuurlijk is dat het doel, maar ik besef me ook wel heel goed dat ik ook een mens ben.
En dat ik mezelf ook die tijd wil geven en moet geven om daarin te groeien, weet je. Je kan niet alles vanaf het begin af aan goed doen. En ik hoop alleen maar dat mensen daar ook een beetje begrip voor kunnen hebben, zeg maar, weet je wel. En, dat ze je als mens kennen. Ja, dat ze me ook als mens zien en je probeert het. En tuurlijk, je doet je best, maar als het fout gaat, hoop ik dat ik het ook als een les kan zien. En niet per se als een kritiek op wie ik ben of zo, weet je wel. Maar meer van, oké, fucked up, volgende keer weet ik het of zo. En als je terug zou kijken naar de afgelopen jaren en de projecten, reportages die je hebt gemaakt, is er één project waar je terugkijkt dat je denkt van wow, hoe heb ik dat zo gedaan? Ja, sowieso. Ja? Basically, het hele YouTube-kanaal van Mashup is voor mij echt één grote cringe. Het is echt, het is echt heel heftig om terug te zien. Gelukkig is heel veel inmiddels offline. Ja. Maar we hadden een talkshow met YouTubers waar we het nieuws gingen bespreken. En ik mocht op een gegeven moment gaan presenteren. En ik had nog helemaal geen presentatieervaring. Gewoon eigenlijk niks. Ja, ik heb toen in Groningen met jou hebben wat dingen gedaan, zeg maar. Maar dat was, ik was zo zenuwachtig. En ik wist helemaal niet hoe ik me moest gedragen. Want ik was heel erg bewust van mezelf. Dus ik zat op die bank met die YouTubers. Die gewoon super comfortable waren, weet je wel. Voor de camera. Dus ze zaten gewoon heel chill zo. En ik zat echt zo te trillen met een papiertje van... En wat vond jij van dit filmpje van vandaag? Ja. Weet je wel? Echt heel, heel awkward. En als ik dat terugzie, denk ik... Oh, wat erg dat mensen dat hebben gezien. Ja. En dat ze dat beeld van mij hebben gekregen destijds. Maar ja, weet je... Ik denk dat je om je fails moet kunnen lachen eigenlijk. En het is allemaal onderdeel van een groeiproces. Klopt. Als ik dat niet had gedaan, was ik hier nu niet geweest. Snap je? Klopt. Dus dat was zeker ook nodig. Ja. En, maar wacht even, hoe zie jij dat dan? Als in... ik weet in de tijd dat wij hebben samengewerkt, waren er ook projecten die failden, zeg maar. Ja, klopt. Of dat we dingen hadden bedacht die echt goed... Wij hebben een documentaire gemaakt, precies. Die is nooit naar buiten gekomen. Nee. Dus dat was wel een failure op dat vlak. Ja. Maar zie je het ook als een failure? Ja, ik denk dat je moet kijken... Ik probeer het te splitsen in drie zaken. Je een project beginnen is al een succes. Het proces van het project is een groot succes. Ja. Waar jij en ik natuurlijk elkaar heel goed hebben leren kennen. En het slagen van het project, het uitbrengen van het project. Dus ik deel het gewoon in drie delen. Ja. En het eerste gedeelte, zeg maar het bedenken van het concept. Het ophalen van financiering en het samenstellen van een team. Mm-hmm. Met vreemde mensen. Jij, wij betrokken Ruben, wij betrokken ik. In best wel gewoon primitieve... Korte tijd ook. Korte tijd en ook in een primitieve situatie. Dat was gewoon succesvol. En waardevol. En dan, als je dan gaat kijken naar toen we echt begonnen en toen we het gingen doen. Daar zou ik achteraf heel veel dingen anders doen. En dat heeft er ook denk ik voor gezorgd dat het niet is uitgekomen. Dus ik denk dat ik twee vinkjes zal zetten op de drie dingen. Ja, precies. Dus, zo kijk ik er naar terug. Ja. Maar niet voor de mensen die dus niet weten waar dit over gaat. Wij hebben dus een documentaire gemaakt over start-ups in Groningen. Ja, toen start-ups nog echt een... Een ding waren. En zeg maar een soort van iets onbekends. Precies. Was het in ieder geval... idee was echt goed. We zouden echt laten zien hoe Groningen zeg maar een klimaat had waar jij als start-up gewoon tussen kon komen en kon booming kon worden, zeg maar. We hadden echt goede hoofdpersonen die we volgden. We hadden alle organisaties die meewerkten. Vet veel kennis. Het was zo nice. Het project was ook wat er mooi. Is gebeurd. Ja, geen idee. Ik heb er wel vrienden aan overgehouden. Kian is nog een hele goede vriend van mij. Wat en jij. Goed, ja. En Ruben heb ik ook nog contact mee. Dus, het heeft mij geholpen ook hier om een stage te krijgen, hè? Dat weet ik. Ja, ik kon hier binnenkomen en zeggen, ik heb een documentaire gemaakt. Ja, hij is niet gepubliceerd, maar ik heb hem wel gemaakt. Ja, dus het was een mooie tijd. Ja, dus ik kijk altijd wel gewoon terug. En dan ben ik wel op zoek naar de dingen die wel goed zijn gegaan. Dus ik zie nooit dingen echt als een failure. Nee. Wat me ook opvalt, is als ik een beetje terugkijk naar jouw profiel, wat je allemaal hebt gedaan. Mm-hmm. Heb je een soort van footprint? Ja. En ik heb dingen opgeschreven wat ik een beetje terug kan vinden. Oké, ik ben wel benieuwd wat voor footprint. Ja, maar hoe zou jij je eigen footprint omschrijven? Ik vind het in mijn werk heel belangrijk om echt menselijke verhalen te vertellen die sociaal-maatschappelijke impact hebben, zeg maar. Dat is toch een beetje uit mijn persoonlijke leven, denk ik. Ja. Als in, ik wil heel graag mensen aan het woord laten die je niet vaak in de media ziet. Mensen van kleur, mensen met een andere achtergrond. Mensen die gewoon niet vaak genoeg een goede representatie geven van onze samenleving. Dus met dat idee in mijn gedachten probeer ik dat soort verhalen te maken. Verhalen over onrecht, verhalen over mensenrechten die geschonden worden. Verhalen over onderdrukking, over uitbuiting, vrouwenrechten, homorechten. Al die dingen zijn belangrijk voor mij. Ja.
Ik denk dat je dat wel terugziet in mijn werk. Ja, zag ik ook. Ik zag diversiteit heel veel. Ja. Vrijheid. Ja. Zag ik veel. Emancipatie. Ja. Klopt. Een tintje van... Je laat ook een tintje zien dat je een beetje... ik haat dat woordje, maar ik kon niet een ander woord vinden. Maar dat je in ieder geval stadscultuur snapt, urban. Dat je dat snapt? Stadscultuur, ja. Ja, ja, voor de, ja, ja. Ik wil het, je kan het moeilijk een naam geven, maar het is toch wel een andere cultuur of zo. Wij zien bijvoorbeeld een rapper niet als een rapper. Dat is gewoon een persoon die we kennen. En dat valt me ook op dat je daar in ieder geval ook wel kennis van hebt. Ja, ik denk dat om daar even op aan te haken, dat is, komt heel erg uit mijn privéleven natuurlijk. Maar dat helpt dus mijn werk in een voor mij positieve manier. Dat je dus, ik ken ook veel journalisten die toch in een bepaald soort wereldje zitten met dezelfde soort mensen. Dan krijg je dezelfde soort verhalen. Dat is gewoon niet representatief, letterlijk. Ja, dat is ook wel een leuk bruggetje naar een beetje de tijdsbestek waar we nu zitten. Is dat je toch ook ziet dat mensen geneigd zijn om mensen... aan te spreken, te vragen voor dingen. En ook te werken met mensen die uit hun eigen omgeving komen. Of die ze zich herkennen. Ja. Dan zie je toch ook wel dat je vaak gewoon homogene groepen krijgt. Ook in de media. Dus ook de mensen die worden geïnterviewd. Ja. En bij jou is dat in ieder geval niet het geval. Want ik zie gewoon een hele hoge mate van diversiteit. Of nou leeftijd, geslacht, seksualiteit, cultureel, geloof. Ja. Ik vind dat heel belangrijk. En ik vind het ook heel belangrijk dat ik niet als journalist... want ik ben zelf ook wit, obviously... Ja. Dat ik niet degene ben die gaat praten over al die issues. Maar dat ik juist de mensen die dit meemaken... en de mensen die daar onder lijden, zeg maar... dat zij een platform krijgen. En die kan ik bieden vanuit mijn werk. En dat is voor mij geeft zoveel voldoening in mijn werk. Je hoort wel vaak dat men de media dan als wit beschouwt. Dan met name ook de grote media die ook gevestigd is in Hilversum. Ja. Maar dat is dus niet zo als je naar jou kijkt. Jij bent wel een voorbeeld van iemand die daar geen last van heeft. Als je dat een soort van probleem, als een probleem zou stellen. Ja, maar we kunnen natuurlijk niet helemaal de reality ontkennen. Dat vooral op de belangrijke posities in de mediawereld. Hè, dat zijn de chefsposities, de eindredacteuren. Zij gaan uiteindelijk over welke verhalen we maken. En dat zijn vaak toch de oudere witte mannen die daar al jarenlang zitten. En voordat daar een verschil in komt, dat daar ook mensen met andere achtergronden van andere kleur terechtkomen, dat is volgens mij, daar moeten we op gaan focussen. Denk je niet dat het nu een kwestie van tijd is? Dat hoop ik. Ik hoop het echt. Ik denk het wel, want wat mij in ieder geval opvalt is dat waar dit eerst werd gedragen door anders gekleurde, zeg maar. Wordt het ook gedragen nu door gewoon de witte gemeenschap in Nederland. En dat vind ik de grootste verandering. Want ik kan ook urenlang praten over dingen die ik heb meegemaakt... waar ik dan soms ook mijn vraagteken bij stel van... is het omdat ik een kleurtje heb? En ik wil nooit in een slachtofferrol zitten. Dus ik veeg het af. Alleen nu valt het me wel op als ik dan kijk naar wat nu gebeurt... is dat het ook gewoon wordt gedragen door een hele grote groep... mensen die gewoon blank wit zijn in Nederland. En ik denk dat dat de grote verandering is. Ja. En ik denk dat het ook een kwestie is van tijd. Want als je gaat kijken naar de nieuwe Nederlanders... zijn de meeste ook maar twee generaties. Mijn moeder is in Nederland gekomen uit Suriname. Ja. De meeste zijn ook maar twee generaties in Nederland. Twee, drie. Klopt. En dan, het duurt ook nog wel even voordat hun kinderen en dan hun kinderen... de juiste opleiding krijgen, juist geduld, juist een netwerk... En dan ook nog de juiste stappen gaan nemen, zodat ze op die posities komen. Ja, ik denk dat je daar zeker... Ben jij daar niet een voorbeeld van? Ik denk namelijk wat het probleem is dat veel mensen willen dat er gekleurde mensen op die posities komen. Maar dat vind ik misschien ook wel een stapje te ver. Maar wat ik heel mooi zou vinden, is dat mensen op belangrijke posities komen die gewoon snappen dat cultureel divers werk of een cultureel diverse afspiegeling van je bedrijf veel voordelen oplevert. Ja. En dat zou ook een blanke persoon kunnen zijn. Alleen het moet wel iemand zijn die uit zo'n gemeenschap komt. Ik denk dat dat de eerste stap is. Misschien, maar ik vind... Toch denk ik dat je als wit persoon... toch vaak niet helemaal de alle nuances kan... Dat klopt. Of de toon kan snappen. Ik merk het vaak al bij mezelf. En mijn partner is zwart, mijn hele vriendengroep. Ik praat met heel veel mensen. Maar zelfs ik merk soms dat ik denk... hier had ik toch iemand van kleur willen hebben die dit nu... ging besluiten of ging maken. Omdat je toch niet zo goed kan verwoorden... misschien als iemand die hier dagelijks mee te maken heeft. Dus ik ben het met je eens. Het is denk ik een kwestie van tijd. Hoop ik ook heel erg
dat langzaamaan verandert. Er is meer draagvlak inmiddels. Dat voel je, dat voel ik ook binnen deze organisatie. Ik voel het binnen de media. Dat er meer draagvlak wordt gecreëerd voor andere verhalen. Mensen met andere achtergronden, et cetera. Maar ik denk ook dat er dapperder gekozen moet worden. Als er banen worden opgevuld. Als er functies vrijkomen. Wees ook een keer dapper om misschien iemand neer te zetten die niet al die jaren ervaring heeft, maar wel de juiste kwaliteiten. Weet je wel? Ja. Dat je wel actief ook durft te kiezen voor iemand die je misschien niet per se op een plek verwacht volgens hoe het altijd is geweest. Ja, snap maar je wat verandering is ook heel moeilijk. Ik denk dat we heel veel praten over waarom het moet veranderen. Mm-hmm. En ik denk dat ook heel veel mensen kunnen aangeven wat het met hun doet. Zeg maar dat ze zich uitgesloten voelen, mm-hmm, of dat ze uitgesloten worden. Maar ik denk dat we dat, of ja, ik vind het ook fijn om te kijken naar, oké, ik ben niet degene van het probleem aankaakt. Ik ben heel erg blij dat heel veel mensen zijn die het aankaarten. Ik ben degene van het probleem oplossen. Yeah, ik denk dat het probleem aankaarten, dat is nu geweest. En dat is heel goed geweest. Mm-hmm. En nu is het relevant, bespreekbaar. Want eerst was het ook een taboe om te bespreken. Ik heb zelf vorige week een sessie met onze directie gehad om hierover te praten. En wat goed. Ik kan me niet voorstellen dat we... Zij dan bijvoorbeeld? Of hoe reageerde zij op deze? Ik denk dat ze vorig jaar dat gesprek ook met mij zouden hebben. Maar ik denk dat, dat de relevantie nogmaals is aangekaakt. Denk ik ook dat mensen die het nu bespreken ook anders naar een situatie kijken. Maar ook meer geduld, ook meer iets minder met emotie het verwoorden. Omdat het is heel moeilijk als je ergens emotioneel aan heb verbonden, of als je met je emotioneel om je cool te gedragen. Kijk maar naar Akwasi. Ja, zeker. Ik denk dat Akwasi bij uitstek een persoon is die op de Dam kon staan om te protesteren. Ik denk dat hij het achteraf ook heel anders zou doen. Maar op dat moment zat hij er heel emotioneel in. Ja, weet ik niet. Ik denk dat het juist heel krachtig is wat hij heeft gedaan. En volgens mij, ja, weet je, het is dat die ene zin die hij zei over dat weer eruit wordt gehaald. Maar het is ook inderdaad wat zijn doel was. Ja, precies. En op dat vlak moet je dan weer aanpassen in je speech om zoiets niet te kunnen zeggen, zeg maar. Je moet alles kunnen vertellen. Ja. Alleen, hij heeft er ook als persoon en als professional nu last van. En ik denk dat we daar met z'n allen gewoon naar moeten kijken. Nou, oké, wie is degene die het aankaart en wie is degene die het gaat oplossen? En een probleem oplossen, ja, dat vergt gewoon samenwerking. Wij kunnen niet hier op de redactie lopen en zeggen, jij bent blank, jij gaat weg. Nee. Hier komt een Marokkaanse meneer voor in de plaats. Nee, true. Dus dat moet ook gewoon in een proces gaan. Ik ben wel benieuwd als jij dan dit zou zien. Want ik zie ook dat je heel erg betrokken bent bij dit onderwerp. Volgens mij ook op persoonlijk vlak. Klopt, ja. Je had laatst iets meegemaakt in Maastricht, was dat. Ja. Dat je vriend racistisch werd benaderd, uitgescholden. Ja, letterlijk, ja. In een winkel met veel mensen. Niemand die iets deed. Dat had ook heel veel reacties. Je had ook heel veel reacties gekregen van mensen. Vooral in deze tijd, weet je wel. Ik bedoel, everything going on in Amerika. Ja. Iedereen natuurlijk staat onder spanning, weet je wel. Je voelt al zoveel pijn. Ja. En dat er dan zoiets gebeurt en dat mensen gewoon niets doen. Ja. Ik was echt shocked. Hoe voelt dat dan voor jou, als je dat dan ziet? Het is heel pijnlijk, want het gebeurt de persoon van wie ik hou, weet je wel. Die overkomt dat. Dus ik voel me persoonlijk ook aangevallen, omdat ik denk, ze vallen, weet je, he's part of me. Ze vallen hem aan. Maar ik vind het soms wel heel lastig, want ik ben van mezelf niet per se een conflictopzoekend persoon. Ik probeer altijd heel erg te deescaleren en dat soort dingen. Maar in zo'n situatie kom je daar niet mee weg, want je kan zoiets niet deescaleren, weet je wel. Je kan niet denken van, oh, laat maar zitten en we gaan weg. Op dat moment niet. Nee, want het is zo'n onrecht. Dat mag niet. Dat gaat diep, hè? Dat gaat heel diep. Ik had laatst een gesprek met iemand erover die vroeg mij wat ik heb meegemaakt. En toen vertelde ik ook een verhaal van mij. En toen gaf diegene aan dat die dat nog nooit heeft meegemaakt. En ik zei, ja, ik ben met regelmaat bijvoorbeeld aangehouden in de auto. En natuurlijk wordt er niet verteld, het is vanwege je tintje of je baard of je kale hoofd of wat er dan ook is. Maar diegene gaf in ieder geval aan dat die dat nog nooit heeft meegemaakt. Ja. Maar ik merk toch dat het heel moeilijk is om erover te praten. Omdat je zelf niet in een situatie hebt gezeten. Het is voor mij ook heel moeilijk om... Ik gebruik dan dit voorbeeld om te bepalen of een restaurant rolstoelvriendelijk is. Mm-hmm. Als ik niet in een rolstoel zo'n restaurant benaderd. En ik denk dat dat wel het geval is. Maar ik denk dat we nu... Ik denk dat dat er ruimte nu is voor twee lijnen. Ik denk dat er ruimte nu is voor het probleem aankaarten. Mm-hmm.
En ook inderdaad dit soort incidenten of problemen of systematische problemen. Dat je die gewoon echt wel in ieder geval naar buiten brengt. Van dit gebeurt niet alleen in Amerika, dit gebeurt hier, ja, in Maastricht. Maar het besef volgens mij bij mensen, ja, moet nog wel, tenminste bij heel veel witte mensen, bijvoorbeeld familie uit Friesland en, ja, zo. Ze kunnen zich niet voorstellen dat dit gebeurt in Nederland en hoe vaak het gebeurt. Weet je, los van dat incident in de outlet, dagelijks komen wij als wit en zwart stel, zeg maar, samen, ja, in, ja, situaties, ja, waarin ik gewoon zie dat ik privilege heb, omdat ik wit ben en dat mijn partner achterna wordt gelopen door beveiliging, apart, ja, wordt, ja, gehaald, op wordt neergekeken. Weet je wel, allerlei kleine dingen dagelijks. En ik vertel dat altijd aan mijn familie, want ik probeer ze altijd gewoon te educaten, zeg maar. Ja, van, ja, ja, dit gebeurt er, weet je wel, vandaag weer dit. Ze kunnen zich niet voorstellen hoe vaak dit gebeurt. En dan staan ze ook nog, zeg maar, heel dicht bij, bij ons, weet je wel. Maar als jij totaal in je eigen omgeving geen mensen spreekt van kleur, niet weet wat hier allemaal gebeurt, volgens mij is dat besef dan heel gek. Van waarom gaan mensen zo lang de straat op en protesteren ze zo heftig en is dit zo'n pijn? Ik denk dat dat besef nog wel moet groeien. Ja, dat snap ik. Ik ben een keer aangehouden met mijn dochter in de auto. En die man vroeg hoe ik aan de auto kwam en wat ik deed in een... in de straat waar ik mijn eigen huis heb gekocht. Omdat daar, ja, veel last is van drugscriminaliteit en jongens die daar niet horen. En hij vroeg wat ik daar deed. En toen wou hij ook nog checken of mijn kentekenplaat er wel goed op zat. Toen moest ik mijn dochter uitleggen waarom de politie me aanhoudt. En, ja, toen merkte ik wel dat ik haar niet wou vertellen wat ik denk wat de reden is. Maar dat ik de politieagent het moet laten vertellen. En omdat ik wil ook niet dat zij een negatieve mening gaat vormen over een individuele... agent. Mm-hmm. Maar ik merkte toen wel van, oké, maar dit is nu wel een lastige situatie. Zeker. Want ik ben er een beetje immuun voor geworden. Ik wist van, het hoort erbij, als je een nieuwe auto gaat rijden als gekleurde jongen in de grootstad, word je vaker aangehouden. Dat wist ik. En maar het is eigenlijk bizar dat je dat bizar, zegt. Maar ja, dat je er, dat, ja, I know. Ja, je leert daarmee omgaan. Ja, alleen toen ik met mijn dochter werd aangehouden, toen dacht ik wel van, oké, dit vind ik wel... Moet die next generation daar ook aan wennen, zeg maar? Nee, zeker niet. Ding. Want wij zijn denk ik de mensen die dit moeten veranderen. Maar ik denk dat we vooral moeten laten zien, hoe erg het ook klinkt. Ik denk dat de mensen die, dat sommige mensen ook vooral moeten laten zien wat die verrijking is. Ja. En dat er niet alleen jongens zijn die een auto hebben gekocht met slecht geld, maar ook gewoon met gewoon hard werken en een goede baan. En dus ik denk dat die, ja, combinatie belangrijk is. Ik vind dat ook, als ik het heel persoonlijk trek naar mijn relatie. Je leert van elkaar, weet je wel. Je verbreedt je horizon. Ja. Je hebt perspectieven. Je staat samen voor liefde. In, weet je wel, dat het ook kan. Dat het vanuit een mooi verhaal... Dat je voor een betere wereld bent samen, zeg maar, weet je wel. Ik vind dat heel mooi. Ik denk dat dat zoiets ook heel goed werkt om de denk verbinding te zoeken en zo. Wij kunnen hier al, denk ik, een uur over praten. Ja, jij zou de podcast kort houden, Joël. Ja, dat was niet de bedoeling. Maar ik vind het ook wel een fijn onderwerp om over te praten. Maar ik denk dat het nog fijner is om er met iemand over te praten die ook een mening daar ook over heeft. En die ook, die ook aan dezelfde kant staat als mij. En ik denk dat je samen gewoon, denk ik, tot de juiste oplossingen moet komen. Want we moeten het toch samen doen. Zeker. We moeten echt die verbinding zoeken. Het is niet dat wij een provincie met z'n allen kunnen. Nee, zeker niet. Kapen en dat we zeggen, oké, dan is dit van ons. Dat kan niet. We moeten dat het lijkt toch me met ook niet het doel. Nee. Met z'n allen doen. Ja, zeker. Wat kunnen we de komende tijd van jou verwachten? Je kan me zien in Moskou. Ja? Ja, het is nu natuurlijk nog, alle grenzen zitten op slot. Dus ik, ja, weet nog niet wanneer ik ga verhuizen. Maar ja, zodra het kan, dan stap ik in een vliegtuig en ga ik een paar jaar in Moskou werken. Ja. We waren, ja, begonnen toen ik je vroeg dat je ouders je zouden omschrijven als iemand die onrustig is. Ja. Ik denk dat je juist onrustig bent omdat je heel erg je doelen nastreeft. Ik denk eigenlijk vanaf de eerste keer dat ik je ontmoette... merkte ik al gewoon. Ik proefde gewoon die ambities al bij, yeah, jou. Je, ja, was ook al anders. Je zag er al anders uit dan mensen in Groningen. En je sprak anders. En ook de stappen die je hier hebt gemaakt. Dus toen ik zag dat jij naar Rusland ging, was ik ook wel heel trots op jou. Ik denk dat veel meer mensen trots, thanks, op je zijn. Dankjewel. Dus ik wil dat graag veranderen. Ik zal wel vertellen dat je heel erg ambitieus bent. En dat je echt een dream chaser bent. Thanks. Succes in Rusland. Dankjewel. Maak me trots. Ik hoop je vaak op tv te zien. Dankjewel. Kom een keertje langs. Ja, je durft het wel. Nee, je zei net het. Dat je vriend niet komt vanwege zijn kleur. Dan ga ik ook niet. Niet, nee, alleen vanwege zijn kleur. Maar nee, ik snap, nee, je. Maar... als ik kan, dan zou ik zeker komen. Maar ik heb nog zoveel landen die ik wil bezoeken. Dat snap ik. Ja. Oké, okay, dan moet je gewoon televisie kijken. Ik weet dat ik nu een reden heb om te komen. Precies. Ja.
Dank je wel. Thanks voor het gesprek. Ja, het bedankt. Was echt heel fijn. Oké. Dankjewel. Jongens, bedankt Pro. Achter de audio. Appie voor de video. Thanks. Rachel voor alles en de productie. En natuurlijk de prachtige foto's straks. En tot de volgende keer. Yes, dank jullie wel.